Goedemorgen groep 7, daar zijn we weer, een nieuwe week. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad en dat je nu weer vol goede moed aan de slag kunt. Ondertussen gaan we aan de slag met de vierde week thuiswerken. En we hadden gehoopt dat we natuurlijk vandaag weer mochten beginnen, maar dat is helaas niet zo. Dus we moeten thuis nog even volhouden. En ja, het komt vast en zeker goed. Doe je best, je weet hoe je je vragen kunt stellen. Hou nog even vol en we hopen dat we snel weer op school mogen beginnen. Nou. We gaan naar de rekeninstructie van maandag 25 januari. En wat gaan we vandaag doen? Afgelopen vrijdag heb je op school nieuwe spullen opgehaald. En vandaag ga je aan de slag met twee bladen van de sommenmaker. Je maakt namelijk een bladzijde met plus- en minsommen. En je maakt een bladzijde van de klokken. Dat doe je zelfstandig. Wij gaan samen starten met week 3 les 1. En daarna ga je beginnen met de weektaak van week 3. En daar ga je vandaag al mee beginnen. En je zorgt dat je vandaag 1 of 2 opdrachten maakt van die nieuwe weektaak. Nou, gaan we nu samen naar de les. Pak je spullen er maar bij. Doe ik dat ook even. Even kijken. Week 3 ondertussen, les 1. En dan ga ik even met jullie kijken naar deze opdracht. Nou, er staat rond de bedragen af. Kies het goede bedrag. We doen vandaag wel de eerste opdracht, omdat ik die belangrijk vind. Die gaat namelijk over het geld. Stel je voor, je hebt 3,37 euro. Hoe kun je dat getal dan het beste afronden? Nou, als je gaat kijken, dan is het verschil tussen deze twee 2 cent en tussen die 3 cent. En dat betekent dat hij dus dichter bij dit getal ligt. Dat betekent dus ook dat je daardoor dit getal kiest om af te ronden. Je kijkt dus steeds bij welk getal het getal dichter in de buurt komt en dat getal kies je dan. Ik ga jullie even op pauze zetten. Oké, er was even weer iemand bij de deur. Dat hebben we zo ongeveer iedere dag. Dus we gaan vrolijk verder met de andere opdrachten. Deze opdracht maak je zelfstandig af. Let steeds erop dat het dichterbij ligt. Nou, de tweede. Tel de bedragen op en rond het antwoord af. Eerst doe ik even met je samen. 2,60 euro en 3,02 euro is dus 5,62 euro. Schrijf het antwoord even hier. Als je die dan weer moet afronden, ligt hij dan dichter bij 5,60 euro of 5,65 euro? Nou, dan ligt hij maar 2 cent van 5,60 euro af. Dus dan is het 5,60 euro. Hij lag namelijk 3 cent van 5,65 euro af. Dat is meer. Daarom kies je dus die 5,60 euro. Zo schrijf je het op in je schrift en deze rijtjes maak je ook zelf af. Nou, waar gaan we het nou vandaag verder over hebben? Je oefent cijferend vermenigvuldigen. En je weet dat dat niet nieuw is, want daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. En de afgelopen weken heb ik ook regelmatig een oefening op het bord geschreven. Oké. Maar, dan moet je even heel goed kijken. Want, ze laten je in het boek twee keer dezelfde... Ze laten niet twee keer dezelfde som zien. Maar ze leggen dit een beetje op een andere manier uit. Dus ik wil dit nog even voor jezelf uitleggen. Je hebt bijvoorbeeld de som 22 keer 25. Die schrijven we op. Nou, je weet dat je dan eigenlijk uitrekent 2 keer 25 en daarna 20 keer 25. Kijk weer even goed naar de verschillende stappen. Dit hoef je niet op te schrijven. Kijk maar gewoon even mee. 2 keer 5 is 10. 0 opschrijven, 1 onthouden. En dat onthoudgetal schrijf je op. 2 keer 2 is 4, plus die 1 is 5. Dan heb ik al 2 keer 25 uitgerekend. Nu moet ik nog 20 keer doen. Omdat het om een tiental gaat, schrijf ik eerst een 0 op. 2 keer 5 is 10, 0 opschrijven, 1 onthouden. 2 keer 2 is 4, plus 1 is 5. Let goed op dat je de onthoudgetallen meetelt. Dan tel ik de twee getallen bij elkaar op en kom ik op 550. Nou, wat je nu ziet is dat je dit eerst 2 keer doet en dan 20 keer. Dus die antwoorden zijn ook gelijk, alleen is het tweede getal 10 keer zo groot. Als je dus het onderste getal 2 dezelfde getallen hebt, bijvoorbeeld 22 of 11 of 33,
dan zie je dat in het antwoord terug. Alleen is het tweede getal dan 10 keer zo groot. Dat kun je onthouden. Als je dit makkelijk vindt, kun je dat op die manier snel uitrekenen. Oké, eens even kijken. Als je nou de som bij B hebt, nee, dan zeggen ze in je boek 95 keer 22. Dit kun je dus op dezelfde manier uitrekenen als die som, want dan zijn die getallen gelijk. Maar bij 24 keer 95 is dat natuurlijk niet zo, omdat deze twee getallen anders zijn. Doe deze twee sommen maar even met me mee in je schrift. 2 keer 5 is 10, 0 opschrijven, 1 onthouden. 2 keer 9 is 18, plus 1 is 19. Dan moet ik nog 20 keer doen. Schrijf 0 op en dan krijg ik hetzelfde getal ervoor. Dan tel ik de getallen bij elkaar op. Denk aan het onthouden en dan kom ik op dit getal uit. Als laatste doen we nog deze som samen. 4 keer 5 is 20, 0 opschrijven, 2 onthouden. 4 keer 9 is 36, plus 2 is 38. Dan ga ik een 0 opschrijven, want ik ga 20 keer 95 doen. 2 keer 5 is 10, 0 opschrijven, 1 onthouden. 2 keer 9 is 18, plus 1 is 19. En deze getallen tel ik bij elkaar op. En dit is dan het antwoord. Nou, dan hebben we 3 sommen samengeoefend. Deze 2 sommen hebben jullie ook opgeschreven. En dat betekent dat je nu zelf doorgaat met som 3. De rest van opdracht 2 mag je nu overslaan. Maar, let op. De kinderen van 2 en 3 sterren, die gaan nu zelf aan de slag. De kinderen van 1 ster kijken nog even met me mee naar het bijwerkboek. Dan heb je nog even een extra oefening. En dan mag je daarna nog som 3 gaan maken. Dat is een beetje meer, maar jullie hebben ook minder opdrachten bij de weektaak. Dus oefen nog even met mij mee. 2 en 3 ster kinderen zie ik straks weer voor de andere instructie. En de 1 ster kinderen pakken hun bijwerkboek op bladzijde 10. Nou, pak ik hem ook even erbij. En je weet, even kijken dat je straks dan som 3 maakt. En dan gaan we nu even kijken naar deze. Nou, even weer een geheugensteuntje. 8 keer 20, hoe doe ik dat ook alweer? Nou, dan reken je eerst 8 keer 2 uit en dat is 16. Maar dan is het getal 2 10 keer zo groot. Dus wordt het antwoord ook 10 keer zo groot. Dus is het 160. 4 keer 3 is 12. Dus is 4 keer 30, 120. Dit getal is 10 keer zo groot. Dus dit getal ook. De rest van deze rijtjes maak je even zelfstandig. Zet me maar even op pauze. Oké, nou, ik ben benieuwd hoe dat gelukt is. Dan gaan we nu samen kijken naar som 5. En bij som 5 gaan we aan de slag met hetzelfde. Maak de som even wat groter. Nou, en je ziet nu dat je eigenlijk gaat opschrijven hoe vaak je het gaat uitrekenen. Dat hoef je van mij niet te doen, want dat is een extra stap die je normaal ook niet meer doet. Dus, hier staat nog 5 en 10 keer. Mag je van mij echt weglaten dadelijk bij som 6. Wat doen we? We gaan eerst 5 keer 28 uitrekenen en dan nog 10 keer. 5 keer 8 is 40, schrijf maar mee. 0 opschrijven, 4 onthouden. 5 keer 2 is 10, daarbij 4 is 14. Dus 5 keer 28 is 140. Nu gaan we 10 keer uitrekenen. Ik schrijf eerst een 0 op. 1 keer 8 is 8. 1 keer 2 is 2, want 10 keer 28 is 280. Dan tel ik deze getallen bij elkaar op. 0 bij 0 is 0, 4 bij 8 is 12, 2 opschrijven, 1 onthouden, 1 bij 1 bij 2 is 4. Dan gaan we nog 1 som samen maken. En dat is 16 keer 78. Je doet eerst 6 keer 78 en dan nog 10 keer 78. En die doen we weer samen in ons werkboek. Daar gaan we. 6 keer 8 is 48. 8 opschrijven, 4 onthouden. 6 keer 7 is 42. Plus 4 is 46. En let op, er zijn natuurlijk kinderen die de tafeltjes nog niet helemaal kennen. Die kinderen, zonder namen te noemen, want je weet dat ik jou bedoel, pak je strategieschrift erbij op de bladzijde van de keersommen.
Want deze keersommen mogen je niet zoveel tijd kosten. Als je de antwoorden erbij hebt, kun je deze makkelijk uitrekenen. Dan hebben we nu uitgerekend 6 keer 78. We moeten nog 10 keer 78. We schrijven dus eerst een 0 op. 1 keer 8 is 8. 1 keer 7 is 7. En dan kan ik deze antwoorden bij elkaar optellen. Zie je wat ik doe? Het antwoord is 1248. En dan zijn we klaar met som 5. Jullie gaan nu zelf aan de slag met som 6. Laat even de som zien. Want ik had net verteld dat je dus aan de zijkant dit voor mij niet hoeft in te vullen. Vind je dat wel fijn om het te begrijpen, dan mag dat wel. Maar deze streep laten we eigenlijk gewoon weg. Dat hoeft niet. Nou, jullie gaan nog even aan de slag met het cijferend vermenigvuldigen. Daarna ga je terug naar je boek. En dan wil ik met jullie afspreken dat je één rijtje van som 3 maakt. Dus je hoeft ze niet alle 8 te maken, maar je kiest één rijtje uit. Of de 4 bovenste, of de 4 onderste. En daar ga je mee aan de slag. Daarna gaan jullie ook aan de slag met je weektaak van week 3. En dan maak je minimaal één som van. Nou, ik wens je heel veel succes. Pak je strategieschrift erbij, want daar staat ook het cijfer van het vermenigvuldigen uitgelegd. Dan kun je het nog een keertje nalezen. Je kunt natuurlijk ook altijd in het filmpje even terugspoelen om mijn uitleg nog een keer te lezen. Te kijken natuurlijk. En nu gaat de juf heel raar praten, maar dat is niet erg. Ik spreek jullie ook later weer voor de talige instructie. Heel veel succes! Doei!